Kampioen bij de rekkingste, winnaar van de Silver Bowl, Nane 4-9-2. Met Siele Minkema en Germaar Sebalma, hier midden in de piste, de eigenaar van Nane 4-9-2. Prijs uitgereikt. We zijn nog net klinnen mooi naden. Ze dachten dat ze al de prijs uitgereikt. Maar... We staan er nog graag even opstellen. Ja, ik voel het. Het besef dringt terug. Mooi, hè? Ah, dit is kitter. Daar komen de trend, hè? Daar komen de trend. Allereerst willen we alle genomineerde paarden. Geweldig om te zien, hè? Dat het zag allemaal zijn man en zijn jonge dochter. Prachtig. Met uitstraling waren ambassadeurs voor het Friese ras. Het is goed gelukt om onze paarden zo hoog mogelijk in de dressuur te laten uitkomen. Ondanks de pandemie. Dat is een prestatie van formaat. Lastiger was dat voor de tuigcompetitie, wat toch een wezenlijk onderdeel is van ons cultureel erfgoed. We zien dat trainingstallen investeren in nieuwe kennis over verzuring, hartslagmeters, toepassingen van fysiotherapie voor paarden en dat loont. Om een paard in de topsport constant te laten presteren, daar gaat veel tijd in zitten. Dit jaar waren er genomineerd Jeroen Pol, Johannes 484, Nane 492 en Imkje van Panhuis. De strijd voor de titel Paard van het Jaar 2022 mocht zich verheugen op veel enthousiasme. Op internet via friso.com is er ongelooflijk veel gestemd. Na enige filtering bleef er een uitslag die in lijn lag met het oordeel dat de Vox-jury bestaande uit mij, Richard Vlier, Rinus Lohman en Louise Holpen heeft geformuleerd. Nane 492 werd dit najaar na een blessure kampioen dekhengsten voor de Chees. Hij heeft al 2 goedgekeurde zonen. Zijn afstammelingen doen het goed in de sport. En dat is de toekomst voor het Friese paard. Nane 492 krijgt de titel Paard van het Jaar 2022. Nane 492. En wat een emotie, Rob. Ja. Dat ook. Geweldig om te zien, toch? Schitterend. Zeg nou. Ja, heerlijk om mij te maken. Prachtig ding, het paard van het jaar. En die shots die maakte natuurlijk nog even een unieke herinnering voor later van. En onze winterdames hier in de baan. Is dit het moment ja, daar is van Nane de tekken die erbij het. Paard van het jaar 2022. Wat een schitterende huldiging. Ja, mooi hè. Nane 492. In de hele hal is. En gunt het hun ik, ja, hè? Een hele gunfactor in. Dit is toch bijzonder, dit had je nooit gedacht. Even een korte reactie. Nee, dit is werkelijk wel fantastisch. Fijne hengst. Ik vind het fantastisch hoe de mensen altijd achter deze hengst staan.
En met z'n allen maken we er een mooi feestje van. We maken er een mooi feestje van. Paard van het jaar. Namen 94C. De ereronde wordt gereden. Dank aan de commissaris van de Koning, Arno Brok, voor het uitreiken van die prijs die behoort bij de titel Paard van het jaar. En ik zei het al, jullie gingen net al staan. Dat was net even iets te vroeg, want ik wist het natuurlijk al lang. Maar nu gaan we wel even staan, hè. Voor het paard van het jaar, met z'n allen. Dames en heren, de ronde van eer. Hier is hij, Nane 4, 9, 2. Geweldig. Heb je de tent op de kop? Ja. De muziek is heel erg normaal, hè. Mooi. Lichteffecten erbij, prachtig. We hebben even bekomen Ken en de gieter weer heen, hè. Jongens, jongens. Ja, dit nou, jongens. Wat een stik elastiek. Zilverboom, paard van het jaar, kinnet op. En straks nog, in de kampioensronde. Maar de familie Bouma had daar ooit geen net mis tegen. Ik wist het. De familie Bouma die heeft wel feestje op. Dus ja. Maar dat zei hij, hè? Schitterend. Imponerend mooi. Einde piekenvel voor een leerfaber van de Duitsport. De extra voor de Chase. Winnaar van de Silver Bowl. Paard van het jaar. Nog één keer. Maar dan met z'n allen. We juichen hem nog even toe. Na de 4, 9, 2. Helemaal even.